Welkom bij Topnames. Vanavond is te gast Edi Bruinoogen. Ik zit nu ineens te denken, Edi. Ik zeg ja, IBAN zeg ik altijd, maar IBAN Access. Jij zegt het vast anders, toch? Hoe heten jullie? Ja, wij heten, officieel heten we IBAN Access. Ja. En dat betekent eigenlijk gewoon toegang tot je rekeningnummer. Toegang tot je IBAN. Ja, en zo eenvoudig is het wat jullie doen? Zo eenvoudig is het. Jongens, dit is mijn hele pitch. Oké. Okay, nou, dat was een leuk gesprek. Ja, goed. Hey, waarom? IBAN kennen we allemaal als dat veel te lange nummer wat we op een gegeven moment gekregen hebben. We snappen dat voor internationale betalingen, et cetera, kennelijk belangrijk en nodig was. Maar waarom is die access, is die toegang belangrijk? Wat doen jullie en waarom zijn jullie het gaan doen? Dat is een goede vraag, Blom. Ja, dankjewel. Nee, kijk, het leuke is, jongens, een paar jaar geleden, twee jaar geleden, zijn Hans Verbijs, mijn zakenpartner en ikzelf, zijn we IBAN Access gestart, omdat we eigenlijk in wilden spelen op een Europese trend. En die Europese trend was toen dat er een nieuwe wet aan zat te komen die ging regelen dat bankrekeningen toegankelijk zouden moeten zijn voor derde partijen. Ja, de PSD2-wetgeving, ja. Juist, PSD2. En PSD2 was een opvolger van PSD1, hè, want zo werkt het in de filmgeschiedenis. En wij zagen in die PSD2 zagen we echt een kans om alle Europeanen mee te nemen en te helpen om toegang tot hun bankrekening te verzorgen voor partijen, bedrijven, die daar een mooie dienst op kunnen ontwikkelen. Maar ja, wat moeten die bedrijven dan doen? Die moeten dan met alle 5000 banken van Europa koppelen. Want Blom heeft misschien wel een bankrekening in Nederland. En Stekel misschien wel in Italië. He, dus dat weet je van tevoren niet. Dus die bedrijven moeten dan 5000 banken koppelen. Nou, hoe makkelijk is het als er één platform tussen zit, die aan de ene kant 5000 banken aan dat platform koppelt en aan de andere kant één lijntje legt naar het bedrijf wat die dienst aanlevert. Ja, voor wie wij dat niet helemaal begrijpt, die PSD2, dat maakt het mogelijk dat partijen met allerlei gegevens in mijn bankrekening diensten mogen gaan aanbieden. Hè? Ja. Natuurlijk alleen met mijn toestemming en goedkeuring, hoef het niet eens over te hebben. Dat is allemaal heel goed geregeld. Voor wie nog denkt, oh, wat eng. Nee, je moet eerst zelf toestemming geven. Maar dan snap ik het toch nog niet helemaal. Want er zijn veel partijen die zitten tussen, zeg maar, de banken en anderen. Waarin verschillen jullie dan bijvoorbeeld van Adyen of van... Nee, dat is het leuke. Betaal jij wel eens met Ideal? Ja, dat heb jij ook ontwikkeld, heb ik trouwens gelezen. Ja, ik was erbij in het begin, samen met Hans. Hans was een van de technische architecten. En ik zat in het team wat het destijds bedacht heeft. Ja, maar dat is wel iets. Wij hebben hier degene die aan de basis van Ideal heeft gestaan. Eén van degene. Je weet, Stekel, succes heeft vele vaders. Ja. En ik claim er dan eentje van te zijn. Er zijn er natuurlijk een paar... maar ja, wat wij deden... Maar we markeren het toch even. Dan even terug naar jouw vraag. Betaal je wel eens via Ideal? Ja, natuurlijk. Ja. Dat Ideal was eigenlijk een PSD2-product avant la lettre. Want wat je daar doet, is dat je op de website van een winkelier via Ideal toch bij je eigen bank uitkomt. Nou, en dat is eigenlijk wat er hier ook gebeurt. Dus wat wij verzorgen, wij zijn de rails waarop de Adyens, maar ook boekhoudprogramma's, maar ook mooie appbuilders zoals Daan van Klinken, die een paar weken geleden bij jullie in de show was. Flow Your Money, die allerlei mooie diensten ontwikkelt bovenop die rails. En die rails die verzorgen wij natuurlijk, maar die verzorgt eigenlijk voor dat al die banken toegankelijk zijn. Dus probeer even uit te leggen wat het verschil is. Want weet je, als ik via Ideal betaal, dan zie ik mijn bankafschrift. Weet je wel, dat het door Molly is gedaan of door Adyen of door iemand anders. En als ik in mijn e-boekhouder, waar ik dan toevallig mee werk,
ja, die koppelt met mijn zakelijke rekening die ik dan bij de KNAP heb. En zitten jullie daar allemaal tussen, of niet? Nou, als het goed is, gaan wij daaronder liggen als rails. He, dus als jij bijvoorbeeld nu betaalt bij een website en daar staat dan via Molly, dan heeft Molly is gekoppeld aan het Ideal platform. Maar het Ideal platform heeft 10 banken gekoppeld. De 10 Nederlandse banken. Ja. Dus als jij bij bank nummer 11 bankiert, kan jij niet betalen met Ideal. Ja. Nou, en wij hebben inmiddels al 1500 banken gekoppeld. In heel veel Europese landen ook. In Duitsland zitten we, België, Nederland, de UK, Spanje hebben we helemaal. Dus als jij een Spaanse bankrekening hebt, zou jij via een soort met Europese Ideal ook met die Spaanse bankrekening bij die website kunnen betalen. Maar dan moet Molly wel op onze platform aansluiten. Nou, dan ga je Blom heel gelukkig maken, want elke keer als wij een buitenlandse start-up in de uitzending hebben, dan vraagt Blom altijd, ja, maar jullie hebben geen Ideal, dan gaan Nederlanders gaan nooit met jullie werken. Nou, en dat gaan jullie straks mogelijk maken. Ja, sterker nog, dat maken wij nu al mogelijk. Hey, wat zijn, en welke partijen, wat zijn jullie belangrijkste, wat zijn de belangrijkste partijen die nu met jullie werken? Wij hebben eigenlijk 3 mooie klantgroepen. 1, dat zijn dat heet de payment service providers. Dus dat zijn de Adyens, de Mollies, de Buckaroos. Wij hebben bijvoorbeeld Online Payment Platform. Dat is een prachtige club uit Delft. En die verzorgt betalingen voor Marktplaats. Ja, die is partner bij ons. En die verzorgt dus PSD2 betalingen. Je moet nog maar een goede naam daarvoor verzinnen, zal ik maar even zeggen. Maar die verzorgt PSD2-betalingen voor een paar van hun klanten als Marktplaats. Dus dat is de eerste club, Payment Service Providers. Dan heb je de wat ik noem de app-builders. Zoals Daan van Flo, van een paar weken terug bij jullie. Die hebben een ongelooflijk goed idee bedacht. Iets met huishoudboekjes automatisch verdelen van geld. Maar dan moeten ze wel bij jouw rekening kunnen komen. Nou, en welke rekening is dat? Nou, dat zijn de banken die wij hebben aangesloten. Ja, en nogmaals, maar even om het voor de kijker heel duidelijk te maken. Ja. Was het in het verleden zo dat dit soort partijen eigenlijk met elke bank waar ze mee wilden koppelen zelf afspraken moesten maken? Juist. Nu kloppen ze bij jullie aan en ligt er een infrastructuur op basis waarvan ze die dienstverlening kunnen aanbieden. Klopt. Dan even een vraag van Johan Schaap, direct in het verlengde hiervan. Die zit mee te kijken. Die zegt, heb ik als klant van jullie dan ook geen eigen PSD2-vergunning meer nodig? Dat is een hele goede vraag, Johan. Kijk, ik namens hem bedank ik je voor dit compliment. Ja. Ja. Kijk, het mooie is, zo'n club als Flow, hè, die hebben dat in jullie uitzending ook gezegd, die hebben een eigen PSD2-vergunning. Wat wij nou gedaan hebben als IBAN Access, is wij hebben ook onze eigen PSD2-vergunning gehaald bij de Nederlandse Bank. En ik mag wel zeggen, dat is een van de meest grondige centrale banken van Europa. Laat ik het positief houden. He, dus het is een hele grondige bank. We hebben onze eigen PSD2-vergunning. En wij hebben dus ook als product Open Banking as a Service. Dus als jij nou een appbuilder bent en je hebt een goed idee en je hebt een mooie klantenkring waar je dat zo meteen aan kan doen, maar je hebt niet de centen en de omgeving om een vergunning te halen, dan kom je naar me toe. En dan kan je via Open Banking as a Service bij mij dat doen. Dan wordt, daar zitten natuurlijk allerlei toeters en bellen aan en regels. Hè. Daar gaan we nu niet op in, want dat is helemaal niet leuk voor de kijker. Maar wij gaan zorgen samen met zo'n club dat ze een dienstverlening kunnen doen. En daarmee wordt het ook weer laagdrempeliger voor partijen om zeg maar binnen de PSD2 mogelijkheden dienstverlening te gaan aanbieden. Nee, je moet het vanuit een compliance standpunt natuurlijk nooit zeggen dat het laagdrempeliger wordt. Hè. Het wordt altijd, het blijft altijd veilig, secure, volgens alle regelgeving en alles erop en eraan. Maar wij hebben natuurlijk die infrastructuur al liggen. En dat zetten we ook in voor dat soort klanten. Dus voor dat soort klanten wordt het laagdrempeliger.
Ja, hey, dit klinkt mij al. Je geeft zelf al aan, voor een ander zou het een hell of a job zijn om langs al die banken te gaan, dat voor elkaar te krijgen. Maar dat is het voor jullie dus ook. Voor jullie is het dus ook een hell of a job. Maar Blom, dat is nou juist waarom het zo goed is om te koppelen met IWN Access. Want dat is onze focus. Ja. We doen niks anders. He, dus als jij nu een boekhoudprogramma bent en je zegt, ik heb Franse banken nodig en ik heb ze nog niet gekoppeld. Ja, dan gaan onze developers, die zitten in Barcelona, die gaan morgen aan de slag met de Franse banken. En die zijn dan, in een vloek en een zucht zijn die aangesloten. Ja. En dat is het verschil tussen mij en al die andere clubs die dit ook doen. Die hebben meestal ook een eigen propositie. En die doen dit erbij. Dit is wie wij zijn en wat wij doen. Ja. Hey, als je nou, want bijvoorbeeld, het voorbeeld wat Stekel net noemde. En ik kom dat eigenlijk steeds tegen. Internationale diensten hebben allemaal Stripe, zeg maar, bijvoorbeeld over het algemeen. En dan kan je dus met PayPal of je kan met je creditcard betalen. En in Nederland zijn wij toch nog, in mijn wereldje wel, maar in het algemeen, je loopt heel veel omzet mis. Als je geen Ideal kan aanbieden als dienst. En nou weet ik dat je binnen Stripe dat inmiddels wel kan doen. Maar wordt Stripe ook aan iemand, als het aan jou ligt, of hoop je erop, is wel een van de grootste opkomende partijen natuurlijk, die over jullie rails gaat opereren? Kijk, weet je wat het leuke is? Er zijn echt heel veel Europese banken die gekoppeld moeten worden. Meer dan 5000. En al die clubs die best wel veel geld nu uit de markt halen en aan een eigen platform beginnen, daar zeg ik allemaal tegen, moet je vooral doen. Maar je kan ook via een club die, zoals wij, het gewoon inkopen. Want wij gaan ze sowieso allemaal koppelen. Want ja, dat is het enige wat wij doen. En dan kan Stripe zich lekker focussen op hun primaire product. En wij verzorgen de rails. Dus laat ze maar komen, Blom. Dat is goed, ik stuur ze dan. Edi, kun je mij eens een indruk geven en wat beter uitleggen wat dat is, hè? Koppelen met een bank? Ja. Want jij zegt er zijn 5000 banken. Ja, ja. Je rijdt niet heel Europa af om met die mensen te praten. Nee. Hoe koppel je met een bank? Ja, wat je ziet, Stekel, is dat dat met die nieuwe technologie, en ik ben dus niet de techneut van de twee, hè? Dat is mijn businesspartner Hans, dus dat is een goeie om te weten bij deze uitleg. Ja. Maar je ziet bij die banken, die hebben allemaal de achterdeur moeten openzetten via API's. En dat is die wetgeving PSD 2. En je ziet ook dat de EBA, hè, dat is de European Banking Authority, die dus eigenlijk gaat over het handhaven van die PSD 2, die heeft al een paar keer tegen die banken gezegd, jullie moeten die achterdeur voor partijen zoals IBAN Access, dus die een vergunning hebben, moeten jullie die achterdeur openzetten. En dat is eigenlijk een technische achterdeur. Hè? Dus wat mijn developers doen, is die gaan naar de developer portal van de spaarkassen in Hamburg. En die koppelen daar via API's ons platform daaraan. En wat wij eigenlijk doen, we hebben een dynamische connector gebouwd. Of eigenlijk ontwikkeld. En die dynamische connector, die als jij een transactie opstart vanuit Flow bijvoorbeeld, en jij gaat naar de Rabobank in Nederland, dan haalt die dynamische connector uit onze grote database met alle bankenregels, de bankregels van Rabobank, en die zet dynamisch de connectie op met de Rabobank. En doet dan de transactie. Dat gaat natuurlijk binnen nanosecondes en zo, dus dat gaat heel snel. Maar met die dynamische connector, en dat hebben wij geleerd van 15 jaar Ideal, zijn wij eigenlijk heel flexibel. Dus wij kunnen zijn jullie hierin uniek, Edi? Want ik kan me bijna dan weer niet voorstellen, dit zo voor de hand liggend, ja, dat niet andere partijen dit ook aan het bouwen zijn. Uniek denk ik niet. Maar je merkt wel dat grote partijen die hierop zijn ingestapt. Hè, je hebt bijvoorbeeld die hele grote club Sofort uit Duitsland. Die deed altijd screenscraping, heette dat. Dus in plaats van dat ze echt daadwerkelijk naar de bank ingingen, dan haalden ze van de website
de invulvelden af. En dan mocht jij als consument mocht jij je gegevens aan een derde geven. En dan gingen zij voor jou inloggen. Dat heette screenscraping. Dat is niet het meest veilige product wat er is. Die gaan nu natuurlijk ook over op API's. Maar dat doe je het heel lang. Want het zijn allemaal legacy systemen. En wij zijn natuurlijk 1,5 tot 2 jaar geleden begonnen. Met een eigen platform bouwen. Met onze eigen developers. Dus we hebben de wet van de remmende voorsprong, zeg ik dan maar. Maar we zijn niet uniek. Dat durf ik. Ja, dat durf ik ja, en met die ervaring van Ideal natuurlijk. Wat denk ik enorm helpt in de conceptontwikkeling. Ja. Hè? Jij stond daar aan de wieg, zoals je net ook al vertelde. Samen met je huidige collega Hans Vermeijs, heet hij. Ja, klopt. Hoe zou je... Toen werkte jij, of deed je dat eigenlijk namens een van de banken, hè? Betrokken? Ik werkte bij een bank, en Hans ook. En er waren van alle banken waren de experts bij elkaar gekomen en toen moesten ze dat probleem oplossen. En wat ze toen gedaan hebben, is eigenlijk op de achterkant van een bierveeltje uitgetekend van, nou ja, zo zou het ongeveer moeten werken. En dat hebben we, want ik ben geen techneut, natuurlijk gebouwd, 15 jaar geleden. Maar dat is wel... Ja, toen waar ik eigenlijk naartoe wilde, Eddie, toen heb je iets bedacht voor anderen. Ja. Nu heb je de stap gezet om je eigen bedrijf te beginnen. Dat is wel even wat anders, hè? Ja, nee, maar dat was natuurlijk, weet je, ik heb 28 jaar lang voor banken gewerkt, hè? Van hele kleine tot best wel grote, hè? Royal Bank of Scotland, die hier toen in Nederland zat. En op mijn 50ste zijn we voor onszelf begonnen. En reet spannend, mannen. Dat was echt... Ja. Vind je dat nog steeds? Ja? Ik vind het nog steeds echt iedere dag... Er komt een bepaalde stress bij kijken die, laat ik heel persoonlijk worden, uitermate leuk is. Maar in de stress in de zin van adrenaline. Adrenaline, ja. Maar ook, weet je, ik zit nu samen met Hans op een zolderkamer in Voorschoten. Zitten we een bedrijf te starten. Ja, geen duur kantoor meer, geen... Nul kantoor, dat mag je niet zeggen, nul kantoor, want we hebben er twee. Hè? Zijn zolderkamer in Voorschoten en... Je hebt hartstikke mooie glas in lood heb je met mooie schuifdeuren. Hey, maar even nog serieus, Johan stelt nog een vraag, die zit mee te luisteren, heel relevant. Je was betrokken bij de start van Ideal. Ja. Welke fouten uit die periode ga je nu nadrukkelijk niet weer maken? Twee hele belangrijke. De dynamisch connector, dat is echt de grootste winst die we nu hebben. Ideal was destijds gebouwd met allemaal hardcoded connectoren. Dus als je dan een bank moest toevoegen, jongens, dan was je maanden verder. Dat hebben wij niet. Wij kunnen een bank in een dag toevoegen, als het een beetje een makkelijke bank is. Er zijn ook banken die een paar dagen duren. Dus dat is echt de allerbelangrijkste. En het tweede wat wij hebben ontwikkeld voor onszelf is de health check. Daar hebben we bij Ideal best wel lang over gedaan. Als je dan 1500 connecties hebt, dan moeten ze wel ook alle 1500 werken. Want je weet nooit welke bank de volgende is. Die wordt aangeroepen door een van je klanten. Dus wij hebben een health check ontwikkeld die iedere bank om de zoveel minuten of uur, dat weet ik niet. Maar om de zoveel tijd maakt hij een connectie met die bank. Doet hij daar een testtransactie of kijkt hij of ze nog online zijn. En als ze niet online zijn... Dan popt hij eruit. En dan kunnen onze developers weer aan de slag. Dus dat zijn de twee belangrijkste leermomenten. Ja. Hey, je vertelde eerder dat je developers zit in Spanje, zei je. Ja. Hoe is dat gegaan? Waarom hebben jullie ervoor gekozen om, om ze niet bij jullie op de zolderkamer neer te zetten? Ja, Hans deed al heel lang, voordat we samen met IBM Access zijn begonnen, had hij al teams in het buitenland. Roemenië zaten wel wat teams, maar op een gegeven moment is hij naar Spanje gegaan om twee redenen. Eén, de kwaliteit van de mensen daar is best hoog. In Barcelona zit ook een universiteit waar ze natuurlijk afkomen. Het prijsverschil tussen het Oostblok en Spanje is wat minder. En ik zeg dan altijd, ik ben geen techneut, ik zeg altijd, als je nou op een terrasje in Barcelona kan zitten, bij je eigen kantoor daar,
of ergens in het Oostblok. Ja, dan kies ik wel voor Barcelona. Ja. Hey, dus, hoe gaat dat zeg maar dagelijks in zijn werk? Want zitten jullie 's ochtends met z'n allen in een Zoom call? Of hoe werkt dat? We hebben dailies en door de week, of door de week, gedurende de dag ook. En, dus wij werkten eigenlijk al met Zoom voordat het hele corona-verhaal begon. Ja. En ik merkte wel dat, dat omdat we nu niet makkelijk naar Spanje kunnen. Dat is wel een nadeel. Weet je wel, even, wij waren in Barcelona toen het daar code oranje werd. Nou, daarna zijn we niet meer geweest. Dus dat was afgelopen zomer ergens. Ja. Dus dat is wel een nadeel. Hey, je zei net, jullie zijn anderhalf, twee jaar bezig, zoiets. Ja. Waar staan jullie nu? Jullie zijn up and running, er lopen transacties via jullie platform. Maar kun je een indicatie geven van hoeveel klanten en wat voor volume dat inmiddels is? Ja, ik zeg altijd, je hebt drie dingen nodig. Hè. Eén is het platform. Nou, dat platform dat was binnen een paar maanden up and running. En toen hadden we ook al onze eerste live transacties. Dus dat was ergens in september 2019. 2020 hebben we echt heel erg besteed ook om die licentie binnen te halen. Dat is het tweede belangrijke ding. En natuurlijk, want dat is het derde belangrijke ding, de reach of banks. Ik bedoel, in de eerste tijd heb je natuurlijk maar een paar banken. Ja, en met een paar banken kun je niet live. Dus wij hebben nu op dit moment, we hebben zelfs vandaag, dat is leuk om te vertellen jongens, jullie hebben de primeur. Wij hebben vandaag naar buiten gebracht dat het eerste grote boekhoudprogramma van Nederland, dat heet Cash Software. Dat is een Haagse boekhoudprogramma. Die is met ons gekoppeld. En die gaat met IBAN Access Live. Om voor hun klanten de rekeninggegevens op te halen. Bij alle banken uit Europa die zij nodig hebben. Dus we hebben online payment platform is live. Flow is live. Cash is zometeen live. Dus dat zijn de grote klanten die we hebben. En er staan nog een paar op de rol op dit moment. Dus En ook voor die boekhoudplatformen geldt, want ik gebruik er natuurlijk ook een. E-boekhouden, dat is ook een heel mooi programma trouwens. Ja, die gebruik ik ook al heel lang. Maar daar zag je dus dat ze onder zoveel maanden, groot nieuws, we hebben weer een bank aangesloten. Dat gingen ze dan zelf doen. Dus dat is precies waar het zit. Hè? Dat is hem exact. Ja. En je hebt een paar van die boekhoudprogramma's, die doen het allemaal zelf. En die komen dan om de andere maand, om de zoveel maanden met een nieuwe bank. Ja. En dan zeg ik altijd, joh, wij hebben daar 1500. En kom maar langs, want de rest, voordat je die allemaal hebt, zou zonde zijn. Ja, ik zag, en correct me if I'm wrong, dat jullie nu sinds een paar maanden ook officieel die goedkeuring hebben van de Nederlandse Bank. Februari of zo? Ergens. Ja, sterker nog, 28 januari. Dat is, okay. dat is zo'n datum die is... Die vergeet je nooit. We hebben eerder start-ups in de uitzending gehad die met PZ2 bezig waren. En ik vond dat echt dramatische verhalen die zij vertelden over hoe lang dat duurt, hoeveel geld het kost. Dat je moet substantieel geld en dan gaat het over vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden euro's aan procedures. Mijn moeder zei altijd, Stekel, over de doden niks dan goed. Oké, je bent er doorheen en je vond het fantastisch. We zijn ongelooflijk blij met de Nederlandse Bank. Zonder dolle. Wij hebben daar, en dat is eigenlijk wel goed van de Nederlandse Bank. We hebben daar anderhalf jaar over gedaan. Voordat wij ons gunning kregen. En dat was zo spannend, omdat wij nou juist die open banking as a service bij de Nederlandse Bank hebben neergelegd. Kijk, clubs zoals Flow, vandaan, die gaan naar de Nederlandse Bank. Dat kost alsnog kapitalen natuurlijk, maar daar hebben we het niet over. Maar die hebben een eigen product en die gaan daar hun licentie voor halen. En dat is redelijk compact, zal ik maar zeggen. Dus jullie hebben natuurlijk ook nog een aanvraag gedaan met dat banking as a service, waarbij je eigenlijk andere toegang geeft tot dit soort dienstverlening. Is die compliance dan ook voor een gedeelte bij jullie neergelegd? Niet voor een gedeelte. Die is helemaal bij ons neergelegd, want het is onze vergunning.
En ja, dus jij bent 100% verantwoordelijk voor alles wat over jullie platform loopt. Ja. 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 En wat betekent dat voor jullie organisatie? Want dat betekent eigenlijk dat je bij iedereen die je aansluit of die bij jullie partner wordt, moet je ook wel heel diep in de boekhouding, zou ik maar zeggen. Ja, kijk, dat betekent dat de eerste persoon die wij daarvoor aannamen was een compliance officer. Nou, als je mij een beetje kent, dan weet je al van tevoren dat de eerste die ik zou willen aannemen geen compliance officer was. Trouwens, voor alle duidelijkheid, perfect. Prima, prima. Prima mensen. Maar dat betekent dat wij hebben een hele, dat heet in het Engels een compliance function gebouwd. We hebben zelfs een hele goede vent aangenomen in de board of directors, die alleen maar compliance in zijn portefeuille heeft. Omdat die compliance functie zo ongelooflijk zwaar is en zo ongelooflijk belangrijk. Want je wil niet dat een of andere, ik kom uit Den Haag, dus een of andere randebiel bij jou aansluit. En wapens uit Iran gaat kopen met, dat soort zaken. Ja, maar goed, dat was natuurlijk ook een eis, denk ik, van de Nederlandse bank. Ja, natuurlijk. Ja. Hey, wat wel zo is, dat anderhalf, twee jaar bezig, dit soort trajecten, heel veel juristen, compliance officers, vergunningstrajecten, weet ik veel, kost allemaal ongelooflijk veel geld. Jij zei, ik heb altijd voor banken gewerkt, nu ga je ondernemen. Hoe hebben jullie dit gefinancierd? Wij zijn op zoek gegaan in de financiële wereld naar financiers die het product al snapten. Hadden we een beetje aangekomen. Maar waar moet ik aan denken? De founders van Atien? Nee, die zit daar niet in. Hij mag altijd bellen als hij dat zou willen. Nou, het zijn er een paar, dus ik weet niet welke je bedoelt. Maar... Nou ja, ze mogen allemaal bellen. Oh, ze mogen allemaal bellen, oké. Okay. Ja. Nee, wat wij echt hebben gedaan is, we hebben gekeken naar, we waren eerst bij dat durfkapitaal aangeklopt. En we merkten daar al dat, dit heeft best een lange adem voordat je tot een winstgevend gebeuren komt. Hè? Precies wat jij zegt. Die vergunning kost klauwvol met geld. De ontwikkeling kost tijd. Dus je hebt wat geld nodig. Dus wij zijn eigenlijk gegaan naar aandeelhouders van de agents en van andere payment service providers en boekhoudprogramma's, om te kijken of zij daarin mee wilden investeren. Maar wij zijn specifiek niet naar potentiële klanten van ons gegaan. Dus wel aandeelhouders die erachter zitten, maar niet naar klanten zelf. Want wij zijn een onafhankelijk platform. Wij willen de rails zijn van alle payment service providers. En niet van eentje. Ja, hoe ziet jullie verdienmodel eruit, naar de toekomst toe? Het is heel plat. Het is, als je meedoet, betaal je. En betaal je per transactie of betaal je... We hebben verschillende proposities. Hè. Als je alleen maar betalingen doet, dan is het echt heel simpel. Dan is het iedere transactie is een tik. Hè. En een tik is een paar cent of zoveel cent. Dus dat altijd goedkoper dan Ideal, zeg ik dan. Hè. Maar goed, maar als je bijvoorbeeld een boekhoudprogramma bent, dan zijn dat natuurlijk geen transacties. Want je haalt informatie van klanten op. Dus daar hebben we een andere prijsmodel voor bedacht. Wat je kan terugrekenen naar kosten per klant. Ja. En dan kan zo'n boekhoudprogramma kan ook heel mooi die kostprijs doorberekenen als ze dat willen of niet. Ja, goed, dat moeten ze allemaal zelf weten. Dat is allemaal... waar zie je straks de grootste klandizie? Zijn dat, of is dat bij bedrijven die dienstverlening echt pan-Europees willen gaan aanbieden? Nou, ik moet eerlijk toegeven, toen ik begon dacht ik echt aan een Europese Ideal. Hè? Dus dat zal de grote club zijn. Maar als ik zie hoeveel boekhoudprogramma's er nu nog aan het... ik moet een beter woord verzinnen. Aan het bezig zijn. Ik wilde zeggen klooien, dat kan natuurlijk niet. Maar er zijn bezig zijn met MT-49's uploaden. En daar is best nog wel veel te digitaliseren, zal ik maar zeggen. Ja, dus, dat is ook allemaal nog heel specifiek per land. Dus daar is Europa dan een grote markt. Ja. Daar is, en wat ik echt heel leuk vond, PSD2 is natuurlijk eigenlijk door Europa in het leven geroepen voor innovatie. Daarvan dacht ik altijd, nou,
dat moet nog maar komen. Maar die appbuilders, zoals Flow, maar er zijn ook nog wel een paar andere, dat zijn echt wel clubs die aan het innoveren zijn met die gegevens. Tenminste, niet met de gegevens zelf, maar met wat je met die gegevens kan doen. Mm-hmm. Om betere producten te maken voor consumenten. En dat, dus daar zit ook, ja, eigenlijk heel veel verdienmodellen, Stekel. Ja. Hey, mooi, goed verhaal. We doen altijd een half uur, Edi. Dat is alweer om. Hé, hey, joh, we gaan maar even. De tijd vliegt. Nou ja, weet je. Dus we spreken je graag nog weer een keertje over een, nou ja, weet ik wel, een jaartje of zo. Om eens kijken hoe het dan met jullie staat. Ik kom graag terug, Blom. Ja, wij hopen vooral dat we dan elkaar weer live kunnen ontmoeten en daarna gewoon gezellig het café in kunnen. Ja, ik zou heel graag bij jullie in de studio en dan ik zit nu aan een of ander sapje, maar dan doen we een echt sapje, zullen we zeggen. Ja, dat is helemaal goed. Oké, Edi, hartstikke mooi verhaal. Heel veel succes, hè? Ja. Dankjewel, jongens. Ja. Oké. Heel erg bedankt. En wie nu meekijkt, ook natuurlijk bedankt. En je weet, we bedanken zoals altijd Jetstream uit Groningen, specialist op het gebied van livestreams. Bier & Co, importeur, distributeur van speciale bieren. Sevy, partij die gespecialiseerd is in de hosting van WordPress sites. De Loods in Durgedam, plek om te werken, plek om te vergaderen. Dat was het rondje. Die natuurlijk allemaal bedankt. En jullie weten het, we zijn er iedere week. Dus volgende week, dinsdag, weer. Dag.